Farming, yo hi. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte zeep. Hoe gaat het met jullie? In de vorige aflevering zijn we via Treno in deze grot hier terechtgekomen. En heb ik jullie gezegd dat ik heel eventjes zou gaan farmen. Omdat onze levels nogal aan de lage kant waren. Omdat we niet een tijdje hebben kunnen spelen met Zelda en Leroy. Dus, dat klonk eigenlijk best wel fout. Maakt niet uit. Dus zoals je ziet, we zijn op level 12 en 13. En ik ga heel eventjes de equipment langs. Mitral Rod, die is nog steeds silence aan het leren. Dat heb jij geleerd. Dus de bandana heb je eigenlijk niet meer nodig. Maar dat is nou het sterkste wat je nog kan gebruiken. Voor de rest zie ik niet iets nieuws. Wat? Jij kan Jelly leren. Ga Jelly leren. Oké, jij bent daar nog iets aan het leren. Oké, goed. De Mitral Sword, Barbert. Ken jij hier iets? Nee. Daar ook niks mee. Oké, dus je wil Zelda zeker Jelly geven. Want dat zorgt ervoor dat ze dus zeg maar niet meer versteend kan worden. Dus dat is alleen maar hartstikke geweldig. Dus Insomniac zorgt ervoor dat ze niet meer in slaap zou vallen. Niet echt nodig. Oké, dus dan gaan we verder. We moeten dus zeg maar een schakelaartje vinden om dus een weg te openen op Garnons. Oftewel een soort van insect waar we op moeten gaan rijden. Iets in die trend. En ja, daar is Top nou dus zeg maar op ons aan het wachten. Dus random encounters kunnen we hier nog steeds tegenkomen. Wat eigenlijk best wel vervelend kan zijn. We vinden hier ook leuke kistjes. Maar deze beesten die je hier dus zeg maar vindt, die zijn enorm makkelijk te verslaan. En geven een enorme experience. Dat is de reden waarom dat je het wil hebben. Nou, dan gaat Phoenix down. Daar zijn we heel erg blij mee. Pull deliver, natuurlijk. Waarom ook niet? Ja, ik heb energie vandaag. En random encounters. Blah. Jij hebt al genoeg gefarmd. En dat was de eerste 1000. Leroy in trance is nogal dodelijk. Maar we hebben dus de eerste 1000 mark eigenlijk gehaald. Gefeliciteerd Leroy, jij bent de eerste die hem krijgt met je trance. Wat leuk, wat fijn, wat gezellig. Wat een verspilling van je trance, serieus. Ik bedoel, er komt eigenlijk een baas aan en die kan best wel irritant zijn. En je hebt gewoon je trance verspeeld. En dat is dus echt het grootste nadeel. Ik zeg het nog één keer, gewoon echt het grootste nadeel. Die je dus hebt, zeg maar, in Final Fantasy 9. Oké, niks gebeurt er, dus dan moeten we eerst naar die andere switch. Maar in Final Fantasy 9, daar heb je dus zeg maar een probleem. Op het moment dat je je trance hebt. welke stem had ik jou ook alweer gegeven? Ah, this is it. This is where we call the gardens inside. What do you mean? Wacht eventjes, Zelda player. We zouden Nederlands voor je zeggen. Ik weet dat je een stream hebt gehad waar je weer Engels ging livestreamen. Maar hier doen we alles Nederlands. Dus, ja, sorry daarvoor. Kan ik een goed trainen? Hoe station is als een cirkel gemaakt. Wanneer je die lever komt, dan komt er een garnet die cirkelt langs het station hierheen. Ik snap geen woord wat je zegt! Ik zal het je beter laten zien. Prinses, wil je alsjeblieft aan die hendel daar trekken? Nou, tuurlijk. Heel erg makkelijk. Wat is dat? Wat is dat? Ah, perfecte tijd. Serieus, dat is een gargant. Een gigantisch insect die een trolley, zeg maar, draagt. We moeten hem tegenhouden. Dan hebben we daar dus, zeg maar, hier aan de andere kant hebben we nog een zwaar schakelaartje zitten. En die moeten we nou dus overhalen. Maar ja, die zit dus hier. En die moeten we nou dus... Ja, dat is hem. Hartstikke leuk. Nou, en als je die dan tegenhoudt, dan komt er dus, zeg maar, een soort van bloemenbakje. En dan vinden ze lekker. Dus dan staan ze ook eventjes gelijk stil. En ja, dan gaat hij verder wanneer dat ze dus zeg maar ja, gaan rondlopen. Weet je zeker dat het niet rond blijft gaan in de cirkels? Dat zal hij niet doen. Hij zal terugkeren, want dat is eigenlijk zeg maar zo'n pad. En ja, hij zal nooit zeg maar het station verlaten. Dus in die trend, wat maakt het uit? Oké, Master Leroy, alsjeblieft. Kijk, waak over de prinses. Natuurlijk! De prinses is slim, maar ze is nog heel erg jong en naïef. Dus ik ben nogal bezorgd over haar veiligheid. Alsjeblieft, maak het je eigen besluit om haar... ja, maak je eigen beslissingen en bescherm haar. Hé, hey, ik ben een mooie, humble redder. Dus ik kan niet... ja, ik zal kijken wat ik kan doen. Houd het daar maar op, gewoon. Is dat echt je antwoord? Als jij de prinses in gevaar brengt, dan zul je dat jezelf blijven vertellen, jongetje. Ik zal het in mijn boekje schrijven. Iets in die trend. Tot ziens, prinses.
Tot ziens, dokter Tot. Je hebt in één keer je kinderstemmetje. Huh, ik moet opschieten. Wat nou weer? Als ik alleen deze hendel aantrek. Ja? Wees veilig, prinses. Of prins 7, weet jij maar wel. Ik snap weer waarom dat ik de prinses in één keer zo'n hoge stem gaf. En het is weer een nieuwe opnamesessie, dus we moesten weer heel even inkomen. Eindelijk! Ja, sorry. We kunnen nu eindelijk bij Alexandria komen. Je kunt Reno nog niet eens meer zien. Ik vraag me af hoe lang het gaat duren. Ik heb nooit gedacht om naar een... Ik heb er nooit over gedroomd om met zo'n vervoersmiddel te gaan. Dokter Tot... Dokter Tot blijft een unieke karakter. Huh? Wat is er mis? Hij hapert! Ik zie het al! Prinses! Verdorie, blijf nou toch eens een keer bij mijn zij. Zal dit de reden zijn? Dat is een grote slang. Zoals ik al zei, er komt dus een baas aan en ja, Leeroy heeft zijn trans verspeeld aan een beest die we makkelijk aankonden. Maar goed, aan de andere kant, we hebben een healer bij ons en dat is op zich eigenlijk heel erg goed. Maar deze die kan nogal vervelend zijn. Wat we willen doen is, we willen sowieso al die items die hij heeft, willen we sowieso weer gaan stelen. Dus, aangezien dat het een baas is en weer hele goede dingen bij zich kan hebben. Leeroy willen we gewoon gebruiken om heel eventjes te blijven aanvallen. Na een tijdje zal de beest helaas wegrennen. Maar, ja, het is dus echt de bedoeling om zoveel mogelijk te healen en te stelen. Devil's Kiss is een gevaarlijke aanval. Devil's Kiss zal je namelijk poisonen als je geen antibody aan hebt staan. Dus daar wil je echt voor uitkijken. Oké, nou, en Leeroy, je faalt. Oké, we hebben een Bone Wrist. Nou, die hadden we eigenlijk al, dus dat is niet echt zo spectaculair. Maar dan kan ik eigenlijk mijn verhaal afmaken wat ik dus zo jammer vind over de trans of overdrive of hoe dat het ook heet in welke Final Fantasy dat je het ook doet. String zorgt ervoor dat, ja, eigenlijk hetzelfde als een Pokémon dat je slow status krijgt en daar worden we niet echt vrolijk van. Het probleem wat je dus zeg maar hebt met de trans, oké, we hebben een Meteor Fork, maar die hadden we ook al, dus dat is ook niet echt heel erg interessant. Maar ja, de trans, op het moment dat je dus zeg maar je balkje vol hebt, gebruik je hem automatisch. In andere Final Fantasies is het zo dat je zelf kan beslissen wanneer dat je hem gebruikt. Dus, ik vind het jammer dat we dat hier zeg maar zo veranderd hebben. En ja, oké, hij heeft niks meer. Oké, dan is het gewoon puur de aanval. En dan moeten we eigenlijk even van de slow status van Leeroy af, want Leeroy is eigenlijk onze main attacker. Maar volgens mij heb ik genoeg remedies. Ik heb hem met 3. Blitzhara! Oh jeetje. Op Zelda nog wel. Nou ja, deed gelukkig niet zoveel schade. Dus we gaan gewoon massaal erop aanvallen. Maar ja, dan bij andere Final Fantasy heb je dus zo zeg maar dat je dit speciale aanval kan bewaren tot wanneer dat jij hem wil gebruiken. En Remedy helpt niet tegen slowness, zien we nu. Heb ik iets anders dan tegen slowness werk? Nee toch? Oh, deurie. Oké, nou, volgens mij kon jij iets... Even kijken, we hebben de scan. Genoes, venom en poison. Reduce, silence. Oké, we hebben niks tegen slowness. We hebben niks om de slowness weg te halen. Verdurie. Oké, daar is die poison waar ik dus over waarschuwde. Gebruik maar even een antidote op jezelf. Nou ja, ondertussen dat we gewoon zo aan blijven vallen, denk ik dat alles op zich wel goed zou gaan. En ik heb trouwens nog een vraag gekregen in de comments wanneer dat we summons, edeljongs en al die dingen zouden kunnen leren. Nou, als jullie goed hebben opgelet op Zelda's aanvalsbalkje, dan zie je dat daar dus zeg maar wel inderdaad een summon tussen staat. Het enigste nadeel is, de MP die Zelda dus zeg maar heeft, is never nooit genoeg om dus zeg maar die summons te gebruiken, waardoor dat we ze nog niet kunnen gebruiken. Dit zal veranderen later in het spel, maar daar komen we wel op het moment dat de tijd rijp is, dat we ze dus zeg maar kunnen gebruiken. Ondertussen word ik heel erg moe van de slag. Oh, jij son of a bitch. En dan krijgen we er ook nog niet eens experience voor, ook niet hè. Nou ja, dat zouden we sowieso niet van een baas krijgen, maar de ability points zouden heel erg mooi zijn. Zijn we nou weer terug? We zijn eindelijk hier. Ik denk dat de Gargant ook moe is. Oh, ik had nooit gedacht dat er zo'n plaats bestond in Alexandria. Je bent verdorie een knight. Waar zijn we? Laten we gewoon nog gaan. Zijn we niet terug in trainen? Ik bedoel, het zag er precies hetzelfde uit. Oké, nee, we zijn dus in een nieuw gebied. Is dit echt Alexandria? Oh, het moet wel. We komen hieruit.
Deze kant op. Prinses, laat ons opschieten. Wacht, Leroy G! Ik ken deze plek. Dr. Todd heeft me over deze plek verteld. Mijn grootouders hebben deze plek gebouwd om vijanden buiten te houden van indringers. Dr. Todd heeft ook gezegd... Prinses, we kunnen je verhalen later horen. Serieus, deze rare lucht die hier hangt, die zal niet goed voor ons zijn. En we moeten Blank helpen. Ja, we moeten opschieten. Laten we gaan, Leroy. Jij! Wat voor een truc is dit? Hé, ik heb niks gedaan. Geef mij niet over de schuld van. Je hebt echt niks gedaan! Hé, je gelooft me niet. En nou hebben we onze enige kans om gemist om te ontsnappen. Ze zijn ervoor gevallen! Gevallen zijn ze ervoor! Zorren, Torren! Ik ben Leroy G, captain van de Knights of Pluto. Ik ben teruggekeerd. Laat ons vrij, onmiddellijk. Het is te jammer voor jullie. Jullie staan allemaal onder arrest. Zorn. Torn. Ik ben teruggekomen naar Alexandria om te praten met mama. Breng me naar mijn moeder. Ja, we zullen je naar je moeder terugbrengen. Of je nou leuk vindt of niet. Van prinses Garnet, Queen Brain heeft ons dat gezegd. Orders! Ze heeft het ons geordigd! Wat? Leugens! Wat gebeurt hier? Dus, prinses Peach is ont... Nee, wacht eventjes, dit is Zelda. Prinses Zelda is ontvoerd. Wilma B, we zijn weer terug. Kun je staan? We zijn ondertussen genezen. Het is niks. Het is niks! Oké, doe het rustig aan, oké? Maar hoe gaat het met jou, Tauler? Ja, het gaat wel goed. Dus, wat nu mensen? Ze zeiden dat ze naar Clara zouden gaan. We hebben geen keus. We moeten naar Clara toe. Ook, nu. Ik wist wel dat je dat zou gaan zeggen. Ga je mee, Tauler? Denk je dat we meer zullen leren over de Black Mages als we naar Clara gaan? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat we heel erg veel als we Brain en die Kuja guy gaan volgen. Dan ga ik mee met jou. Clara, klinkt lekker. Ik ga mee. Oh, en wat met de prinses? Zelda? Ik vergeet haar nooit. Het boeit me alleen niks. Ik bedoel, ze is niet in Bemusia, maar ik weet zeker dat we het er snel zouden vinden. Ik bedoel, laten we gaan. En nu snel. Sommigen zeggen dat het in de woestijn is, west van Bemusia. Maar ik weet niet zeker of we daar gewoon in kunnen lopen. Kom op, weer een beetje op. Het is hartstikke vrolijk. We zien het wel als we eraan komen. La 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 la. Oh, Zelda. Waar kun je zijn? Oh, Zelda, where could you be? I'm going to the desert and my party's coming with me. Oké, sorry, die moest gewoon heel eventjes over. Ik kom niet zo noemen. Nee, lekker belangrijk. Dus, zoals jullie al hebben gemerkt, vandaag was er ook een extra lange video afgekomen op mijn kanaal. Ik had besloten om de livestream die we zondag hebben gehouden, om die toch te uploaden op YouTube. Aangezien dat ik persoonlijk de kwaliteit, toen ik de video terugkeek op Twitch, toch de kwaliteit behoorlijk goed vond. Dus, het is een lange zit, maar het is een NES-game waarin mijn oren van mijn hoofd af zijn gezet. Dus ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Ik hoop dat jullie dat een leuke verrassing vinden. Dus, maar goed, Clara die is niet zo ver weg. Want weten jullie nog die zandstorm die we hier eigenlijk hebben? Hierin zit Clara. Dus laten we gezellig naar een zandstorm gaan. Waarom ook niet? Ik bedoel, hebben we andere betere ideeën? Ja, het is zeker winderig hier. Oh, we zijn er. Ik heb geen flauw idee wat dat betekent in Nederlands, maar dat maakt niet uit. Bij de goden! Kom op, laten we gaan wanneer we kunnen. Ik word geen gek van de wind. Inderdaad. Laten we gaan. Let's press on and on and on. Oké, sorry. Moeten we opschieten. Ik wil yamyams vinden. Oké, Heavy, hier. Wij gaan yamyams vinden. Echt serieus. Yamyams. Oké, nou. Oké, daar is dus Clara. En die staat dus op de top van een grote boom. Die boom die staat op een berg, denk ik, of niet? Nee, het is een boom. Oké. Dat is een grote boom.
Maar dit is dus het pad die we moeten gaan volgen. Oké, okay, nou, ik heb er zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Laten we er maar gelijk induiken in een boom. Ik hoop dat we ons zwembroekje mee hebben genomen in geval van bomen. Oké, okay, dus we hebben hier een deur. Die deur die zit natuurlijk dicht. Push de door. Werkt niet. Oké, okay, nou, dan hebben we hier een schakelaartje. Pull the lever. Hartstikke gezellig. En de deur gaat open. Weer zo'n zinloze... Echt, waarom? Ik bedoel... Waarom zou je dat doen? Nou ja, maakt niet uit. Goed. Nou, we gaan dus hier, zeg maar, naar deze deur. Hier even, kistje weer. Phoenix down! Dan vraag ik mij af, kunnen we trouwens iets van de equipment veranderen? Jij bent nog steeds What's That aan het leren. Kun je iets met de bandana? Zekers. Ziet er helemaal niet girly uit, is hartstikke manly. Oké, we hebben hier nog meer ad status. Nou ja, aan de andere kant, het geeft je wel een enorme stat boost. Je bent Jelly nog steeds aan het leren. Heb ik hier nog iets? Oh, kijk, hier er is. Insomniac Man Eater. En Auto Potion. Pak jij deze maar. Absorb Stunder. Oh, dit is helemaal geweldig. Op het moment dat bij wijze van spreken de Towler nou Thunder op mij zou doen, dan zou ik dat dus zeg maar automatisch absorberen. Dus zeker wel jammer. Oké, okay, ik ben Blizzard nog steeds aan het leren. Dat is allemaal nog hetzelfde. Boom Wrist, geef jou een stats upgrade. Jelly ben je ook aan het leren. Hebben we hier iets waar jij kan leren? Ja, jij kan Auto Potion leren. Wind is reduced met 50 en Shadow... Maar ja, we hebben geen Shadow. Maar ja, aan de andere kant, ik kan het Auto Potion leren. Dus we mogen niet zeuren. Oké, die heb jij net geëquipped. Hier zit niks nieuws. Oh, daar ben je nog iets aan het leren. Hop. Wat hebben we hier nog? Niks nieuws, oké. Okay. Ken jij hier nog iets mee? Ja, ik heb ad status. Heeft deze een ad status? Nee, die heeft geen ad status. Dus we hoeven hem niet te equippen. Oké, okay, en voor jou hebben wij dus de Needle Fork gekocht. En ik dacht dat we de Meatball Fork dus al hadden. Maar die blijkt dus een stuk sterker te zijn. Zoals je ziet, deze heeft een attack van 34 en deze heeft een attack van 42. Allebei zijn het hetzelfde, dus de Needle Fork hadden we eigenlijk dus niet hoeven te kopen. Maar dat maakt niet uit. Dus we hebben nou die fork, daar ben ik heel erg blij om. Heb jij hier iets wat je... Even kijken, extra magic defense voor minder strength? Nee. Ad status. Heb jij een ad status hierop? Nee, is gewoon een fork. Alles is Meatball op dit moment. Hebben we hier iets? Ja, jij kan ook Jelly leren. Het is een stat downgrade, maar Jelly is heel erg belangrijk. Nogmaals. En Millionaire, die willen we jou zeker leren. Want dan krijgen we dus zeg maar heel erg veel Jill. Ad status, high tide, antibody, Jelly. Millionaire kost 5. Nou ja, aangezien dat we de cook ability niet echt nodig gaan hebben, denk ik dat ik het heel eventjes zo aanpak. Ad status staat aan, maar die hoef jij niet aan te hebben. Dat geeft 6. Ja, we houden het maar heel eventjes zo. Dus ja, we hebben dus nou een beetje extra geëquipped. En nou moeten we dus wel berekening houden dat we op dit moment geen healer bij ons hebben. Wat hebben we hier? Magician Shoes. Oké, okay, wacht eventjes. Dat zijn weer iets nieuws. Was er iets wat iemand hier tot hij daar niks mee leerde? Nee, iedereen leert iets op onze add-on slot. Dus op dit moment hebben we daar heel erg weinig aan. Oké, okay, nou. Heel veel zand. Hier ligt een kistje. Een Ice Staff, maar die hadden we eigenlijk al. Ze willen echt heel erg... Ja, Blizzard die is hier nou aan het leren trouwens. Dus, oké, okay, nou, als ik me niet vergis... Wat doen wij nou hier nog in? Ligt er iets boeiends? Nee, hier ligt niks verder boeiends. Dit is namelijk wel belangrijk dat je die kistjes pakt voordat je hier naartoe gaat. Want er zit hier dus namelijk een schakelaar. En dat zorgt ervoor dat er extra veel zand zal gaan vallen. Dus, zeker handig om dan niet te vergeten om daar eventjes iets kistjes te pakken. En gratis eater, daar zijn we altijd blij mee. En hier komen we onze eerste random encounter tegen. Ik denk al, we blijven de random encounters. Goed, nou aangezien dat we dus zeg maar in een nieuw gebied zitten, komen er weer nieuwe vijanden en hoef ik dit er dus niet uit te knippen. Oké, dit zijn zandbeesten. Nou, het zijn insecten, dus daar willen we zeker Blizzard op gebruiken. Laten we één keer attack doen. Laten we Blizzard gebruiken met onze Towler. Jij doet er eentje aanvallen en jij gaat kijken of we er eentje kunnen eten. Maar ik ben bang dat Blizzard ze alle drie zou killen, aangezien dat ijs heel erg sterk is tegen we insect-Pokémon, wou ik bijna zeggen. Ja, ze zijn al. Dus ja, geen eat, maar een one-hit KO dankzij de machtige Towler. Ik vind het wel leuk om een machtige Towler te noemen. Hij is gewoon machtig. Hij is heel erg sterk. Hij is super sterk. Je wil uitkijken voor zijn magische spreuken. Die gelukkig niet heeft in Mario Kart. Even over Mario Kart, mocht je dit niet hebben gekregen. Mario Kart staat op het moment op een zomerstop. Dus aankomende weekenden zullen er dus zeg maar geen nieuwe aflevering komen van Mario Kart 8 op de Towler's kanaal. De reden waarom dat ik dat zeg, en dan vergeet ik helemaal dat naar die schakelaar toe te gaan. De reden waarom dat ik dat zeg is om het toch heel eventjes te benadrukken. En ja, ik zou ook een beetje de reacties bij de Towler's kanaal in de gaten gaan houden. Dus dan is die vraag in ieder geval al beantwoord waarom dat er geen Mario Kart 8 is. Dus vandaag in die trend.
Oké, nieuwe vijand. Deze is eng. Maar deze kan een hele geweldige dingen leren voor onze... Oh, hi, Fyra. Deze die kan dus iets heel erg geweldigs leren voor onze Erwier. Dus hier willen we zeker voorzichtig mee zijn. Ik wil hier gewoon een kleine tunder op doen en dan een eat-aanval. Hopelijk doen we al, hebben we hem nou al te pakken. Zo niet hebben we een probleem. Want dat is de aanval die we willen leren. White Wind hield namelijk bijna hetzelfde als Cure. Dus nou ben ik eigenlijk bang dat hij te veel heeft geheeld. Doe jij nog heel even steel. Oké, dat doet weer 200 extra schade. Jij valt hem nog een keer aan. Ik weet zeker, we gaan hem nou niet eten. Nope. Oké, we moeten hem hebben. En anders moet ik hier gaan lopen farmen totdat ik hem heb. Want White Wind is zeker handig om te hebben nou. Dus, oké, dat doet weer 300 schade. Nou moeten we eventjes wachten. Oké, we hebben een potion gestolen. Dan moeten we wel eventjes wachten tot we weer iets kunnen gebruiken. En dan het enige wat ik kan doen, is om de hele tijd aan te vallen met de touwen. Om zo min mogelijk schade te doen. Dus, want aangezien, ik ben bang namelijk dat op het moment dat we gaan vallen... Oeh, 180. Je doet eigenlijk best wel veel schade nu. Era, dat is een windaanval. Die hebben we nog niet gezien. Nou, we wachten dus eventjes op... Kom op. Nou, 56. Valt gelukkig mee. Doe jij nog een keer steel voor de lol? White Wind! Damn it! Oké, weer 180 schade dan maar. Oh, Swallow. Ah, verdurrie. Dan kunnen we hem helemaal niet meer... Ja, hij heeft Erwier opgefroten. Waardoor dat Erwier dus op het moment uit op de battle is. In de volgende battle zal hij wel weer gewoon terugkomen. Het enige nadeel is dus... we kunnen hem nou niet gebruiken. Wat nogal vervelend is. Hij had best wel veel HP nog. Nou ja, we hebben hem verslagen. Dat is het belangrijkste. Dus, ja... Ik denk dat ik hier sowieso heel eventjes dan ga farmen om die White Wind te leren. Want White Wind wil je zeker leren. Oh, en Swallow is niet een instant KO of zo. Daar hoeven we ons niet zorgen over te maken. Dus zie jij eens weer terug met al zijn ja, met al zijn HP. Dus niks aan het handje. Alles is veilig. Alles is super. Dus daar hoeven we ons daar niet echt zorgen over te maken. Maar ik ga hier sowieso dus heel eventjes farmen om te kijken of we nog zo'n beest tegen kunnen komen. Want White Wind willen we zekerste weten leren. Dus oké, examenrol. Nee, we gaan gelijk onze hand erin steken. En dan zien we dus zeg maar dat er extra zand gaat vallen. Dit is nodig om... zand komt eraan. Maar dit is dus nodig om dus eigenlijk zeg maar verder te gaan in ons pad richting Clyra. Goed, ik ga hier al eventjes farmen en zie jullie in een seconde. En in één keer hebben wij hem geleerd. Dit ging echt zo enorm makkelijk hoor. Maar iedereen heb ik één keer aangevallen. De touwleren heb ik tunnel laten doen. En daarna gelijk eat en we hadden White Wind geleerd. Dus op zich heel erg blij dat dat zo snel kon. Ik bedoel, serieus. Het was de eerste random encounter die ik tegenkwam en... Heel erg blij. En Oké, dat is geen ingang meer. Zoals ik al zei, dat is dus de reden waarom dat je die kistjes daar zeker eerst wil pakken. Want nou kun je ze nooit meer pakken aangezien dat er nou een dikke laag zand overheen ligt. dit kistje daar is nog steeds hetzelfde. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. En weer een random encounter. Maar ik weet zeker dat dit een nieuwe vijand is. Of niet? Yep, de Sand Golem. De Sand Golem is een vijand die kunnen we niet eten. Die kunnen we dus zeg maar alleen verslaan. De reden waarom dat we hier heel voorzichtig moeten zijn. Je hebt dus zeg maar de Sand Golem en de Core. Als eerste wil je de Sand Golem zoveel mogelijk aanvallen totdat hij instort. En zich dus zeg maar niet meer echt prettig voelt. De Core is eigenlijk hetgene wat je wil verslaan. Aangezien dat dat zeg maar ja, het beest bezighoudt. Of eigenlijk je leven houdt. Op het moment dat hij instort dan kun je dus zeg maar de Core aanvallen. Want anders zou hij constant counteren. En dan heb je een hele moeilijke probleem. Vroeger als een kind snapte ik dit niet. Toen ik dit voor het eerste keer speelde. Toen snapte ik niet precies hoe dat het werkte. Aangezien dat, ja, ik dacht dat je die Sand Golem maar keer op keer moest gaan verslaan. En ik kreeg hem maar niet dood. Want hij regenerate elke keer. En dat kwam door die Core. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik heb er even vastgezeten. Maar na een tijdje weer leer je wel een beetje hoe dat het werkt. Dus. Oké, nou we hebben dus zeg maar weer een verschillende stuff gekregen. En ik vind het grappig hoe deze dingen minder experience geven als die crawlers die we hebben gevonden bij Zelda en Leroy, die nou gevangen zitten. Ik bedoel, voor Zelda vind ik het wel een beetje sneu, maar voor Leroy, don't care. Oké, nou we hebben hier een gratis tent en als we dus hier naartoe gaan, hij zit nou weer, objection. Hebben we hier dus zeg maar Monev en Monev die willen we een brief geven, want we hebben een brief namelijk van Atla to Monev. Van Atla toe, meneer. Kuppo, rare mensen komen in de stad. En hebben heel de plekken helemaal kapot gemaakt. Wat gebeurt er? Ik,
Ik wil niet meer mensen zien met pointy heads. Mannen moeten ook voorzichtig zijn. Misschien moet je ergens anders naartoe. Dingen zijn nogal gevaarlijk in Bemusia. Zijn we hier veilig? Misschien. Maar goed, met dat wil ik het eigenlijk laten bij deze aflevering. Dus heb je een leukste momentje of vraag over deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt, dan hoop jullie morgen om te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Heb ik nog iets aan toe te voegen? Eigenlijk niet. Dus gewoon bedankt voor het kijken en ik hoop jullie morgen te zien. Dus tot dan! Doei!